goedemorgen. Normaal beginnen we altijd een dienst met een lied. Maar nu willen we vandaag beginnen met gebed. Wat een week hebben we achter de rug. We zijn opgeschrikt door zoveel geweld in straten, op pleinen, in steden en dorpen in Nederland. Ik weet niet hoe jij er naar gekeken hebt, maar misschien heeft het je gefrustreerd, boos gemaakt of misschien wel bang. En gelukkig, de laatste avonden lijkt er wat rustiger. Met dank ook aan onze helden in het blauw, onze politiemannen. En ook dank aan onze burgemeesters en de mensen die zo zorgen voor de stad of voor het dorp. En ook mooi te zien hoe Nederland dan juist ook zich verenigt in mensen die schouder aan schouder scherven rapen, opruimen. En ook een actie voor een in elkaar geslagen Primera, financieel. Hoe mooi ook om dat te zien. En toch laat het iets zien van de nood in Nederland. Het is zo'n gepolariseerd land geworden. Links tegenover rechts. En het lijkt alsof we alleen maar harder schreeuwen, terwijl we elkaar minder begrijpen. En het geweld wat we dan even op journaal zien, dat geweld is dagelijks op onze sociale media, op onze sociale pleinen en straten, op Twitter, op Facebook. De haat die er is, de verwensingen die er zijn. Nederland heeft een nood. En we staan meer tegenover elkaar dan samen met elkaar in deze crisis. En daarom leek het ons goed om te beginnen met gebed, juist als kerk. Want als kerk hebben we ook niet altijd, zijn we niet altijd het voorbeeld geweest van eenheid en verzoening. Ook als kerk hebben we soms elkaar de tent uitgejaagd als christenen. En juist daarom leek het ons goed om deze dienst te beginnen. Samen met jou die nu kijkt, als kerk van Jezus, waar je ook vandaan kijkt, waar je ook zit. Misschien wel bij welke kerk je ook hoort. Misschien Mozaïeker of deel van een andere gemeente. Om nu juist samen te bidden. En te bidden om Heer, genees ons land. Herstel ons land. Ons samen te verootmoedigen. En Hem om hulp en richting. Om genade en waarheid te vragen. Laten we samen nu bidden voor elkaar. Voor ons land. Voor onze regering. Laten we nu, juist nu, in eenheid voor God komen. Zeggen, Heer, wij verontmoedigen ons voor U. Wij hebben U nodig. Laten we samen bidden. Ja, Heer, u ziet ons landje en u ziet de nood. U ziet het geweld wat door de straat is gegaan. U heeft het in de talkshows ook gehoord hoe we daarop reageren en hoe we daarop weer reageren. Heer, maar juist nu, dit moment, met zoveel mensen thuis, willen we simpelweg voor U komen en zeggen, Heer, vergeef ons als kerk. Daar waar wij ook in de tegenover zitten. In onze standpunten zitten. In onze mening zitten. Daar waar wij gelijk hebben, zo belangrijk vinden. Misschien wel belangrijker dan liefhebben. Heer, vergeef ons als kerk in Nederland. En help ons elkaar te zoeken. Elkaar te begrijpen. En zo, Heer, in eenheid te bidden voor Nederland. We komen voor U, Heer, en we belijden schuld. En we zeggen, Heer, vergeef ons, maar ook genees ons. En herstel ons. En herstel de kerk in Nederland. Zodat juist door de kerk een beweging van herstel mag zijn. Heer, we spreken onze afhankelijkheid uit. En onze hoop in Uw naam. In Uw naam is onze hulp en verwachting. Kom, Heer, en herstel ons land. En we bidden, Heer, voor de regering die keuzes maakt. Wel of niet de scholen open. Ouders zeggen ja, leerkrachten twijfelen, Heer. We bidden, Heer, om Uw wijsheid in dit alles. Ook in de komende week die voor ons ligt. En laten wij als Uw kinderen een teken van gebed over ons land leggen. En Uw naam uitspreken, Jezus, de hersteller van Nederland. Wij zoeken U. Wij aanbidden U. In Uw naam bidden wij. In Jezus' naam. Amen. Zegen Nederland, ons
ons op. Waar wij gevallen zijn, uw waarheid en genade, Heer, geeft richting en bevrijdt. God zegen Nederland, ons God, herstel ons land. Als je dit lied wil gebruiken van de week in je stille tijd, in je gebed voor je omgeving, het is te vinden op ons Insta en op YouTube. Dus gebruik het, bid het, zing het mee in je woonkamer. En dus zoek het op ook straks, misschien wel na de dienst. Zometeen gaan we een tijd van aanbidding in. En dan zingen we over die verheerlijkte Koning en Heer die ons opzocht in zijn liefde. En dan geven we onze dank en lof en eer aan hem terug. En met onze dank en eer, ook onze vragen en onze twijfel, je mag komen zoals je bent. Dat geldt ook zeker voor deze dienst. Je mag er zitten zoals je erbij zit. En God houdt van je. En dus doe straks met ons mee in onze aanbidding. En ga mee met ons naar God. Daarna spreekt Jan Paul. We zien ernaar uit wat hij met ons wil delen. Jan, een vriend van muziek. Ook straks puntje van de bank en maak aantekeningen. Maar zorg dat je erbij bent en bijblijft. Voordat we zometeen een tijd van aanbidding ingaan, we willen nu eerst een aankondiging doen die ons verdriet. Het is een overlijden van een mozaïeker. En zijn naam is Ad de Groot. Ad is 72 jaar geworden. Je ziet hem hier. En hij was als een van de eerste deel van Mozaïek 033. En ik weet nog, op de eerste informatieavonden dat Ad koffie schonk en dienstbaar was. En dat was zijn hart, om de kerk te dienen. En toch mocht hij maar één keer echt fysiek naar een dienst in de afgelopen jaren vanwege zijn ziekte. Hij is lang getrouwd geweest met Hanny, 51 jaar. En ze hebben twee kinderen gekregen, Carine en Remco. En we gaan ook voor ze bidden, en ook bijzonder voor Carine. Zij die niet bij de dienst kon zijn vanwege corona. Je moet je even voorstellen wat dat met je doet. Dat lijkt mij verschrikkelijk. Een van de liederen in de dienst was Jezus Overwinnaar. Toen ik dat hoorde, dacht ik gelijk aan die zin. Dood, waar is je macht, waar is je prikkel gebleven? Jezus leeft en ik zal leven. En dat is iets wat dat leven, dat mag Ad nu proeven. Dat mag hij ten volle beleven. Hij kan nu daadwerkelijk zeggen, de dood is dood. Leven het leven voor Gods aangezicht in zijn aanwezigheid. Maar we bidden voor de achterblijvers, voor nu, voor troost en voor Gods kracht. Laten we dat samen doen. Laten we samen bidden. Heer, dank voor het leven van Ad. Heer, dank je voor zijn dienstbaarheid, zijn geloof in u. Voor de vader en de man die hij was. En we willen vanaf deze plek, Heer, bidden voor zijn vrouw Hanny, voor de kinderen, Carine en Vu, Remco, Els en de kleinkinderen. We willen ze, Heer, uw troost toebidden. Juist nu, daar waar gisteren de dienst was en dan vaak zo'n oorverdovende stilte daarna volgt. Mag dan in die stilte uw stem
uw fluistering van troost worden gehoord. Ik hou van jullie, ik ben erbij. Alles is veilig, hij is bij mij. Heer, dan willen we u zo vragen, Heer, ontfermt u zich over deze familie. Heer, dan mag Ad nu voor uw troon zingen. Heer, als wij zo een lied zingen, hij is verheerlijkt als koning verheven zo hoog, dan is dat bij ons een lied, een woorden van geloof, maar voor hem is het werkelijkheid. Mogen we het zo zingen, Heer. Mogen we het zo zingen vandaag. U bent de verheerlijkte koning. Uw waarheid houdt eeuwig stand. U bent onze God. Heer, ontvang onze lof. Ontvang onze aanbidding. Want u bent de koning die tot in eeuwigheid op de troon zit. De verheerlijkte. De verhevene. Amen. Steeds geprezen tot in al.
Jezus' naam zij steeds geprezen, tot in alle eeuwigheid. Vader, dank u wel. Dank u wel dat u ons zo lief heeft. Dat u uw zoon gaf. Het kostbaarste wat u had. Omdat u bij ons wilde zijn. Dank u wel dat wij nu kinderen van God genoemd worden. En dat we dat ook zijn. Dank u wel voor uw onvoorstelbare liefde. En dat we daarom zonder schroom, zonder twijfel, mogen naderen tot u. Dat we bij u mogen komen en ons daar mogen realiseren dat u ons nooit los heeft gelaten. Nooit. Er is geen afstand meer. Dank u wel. Anders meer, ik geef mij op.
Wat geweldig om dat te weten. Dat Jezus een vriend van ons wil zijn. Een vriendschap die zo ontzettend ver gaat. Een vriendschap die bereid is om zijn leven voor ons te geven. En iedere keer als ik daaraan denk, dan raakt het me weer opnieuw diep. Wat een geweldige vriend Jezus is. En we zullen zien ook in deze coronastorm. Is Jezus nog steeds die enorme trouwe vriend voor ons. Goedemorgen allemaal. Wat goed om hier weer te zijn in Mozaïek, al sta ik nog steeds voor een lege zaal. En ik zie er uit naar het moment dat er weer volle zalen zijn, om die interactie ook met de zaal te hebben. Maar het is gewoon niet anders. En we zullen moeten doen met hetgene waar we nu in zitten, die situatie. Gisteravond zat ik met Marijke op de bank en ze keek opeens naar mijn haar. Ze keurde het wat en toen keek ze me diep in de ogen en toen zei ze: Jan, ik denk dat ik een tondeuse ga aanschaffen. Ik zeg: oh nee meisje, doe dat nou niet. En dan zie ik er straks net als Kees Kraaienoord uit. Dat moet niet gebeuren, tondeuse. Goed, ik wil met u lezen Johannes hoofdstuk 20, vanaf vers 19. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten omdat ze bang waren voor de Joden. Ze waren in vrijwillige quarantaine uit angst voor het farizeeërvirus. Maar dan staat er: Jezus kwam in hun midden staan en zei: ik wens jullie vrede. Midden in die omstandigheid, midden in de stress, midden in de angst, midden in alles wat daar gebeurde, is daar opeens Jezus. Ik wens jullie vrede. En na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. En de leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Ik las vorige week in de krant dat Netflix in de laatste 3 maanden van het vorig jaar dat ze meer dan 3,5 miljoen nieuwe abonnees hebben gekregen. 3,5 miljoen in 3 maanden tijd. En dat zegt wel iets. Daaruit blijkt dat we zoeken naar iets op dit moment om ons toch wat te vermaken. Dat doen we met films. Ik merk dat ik zelf ook wat meer naar films kijk. En vorige week heb ik een oude film uit de kast gehaald die ik lang geleden gezien heb. En ik dacht, die wil ik wel weer zien. Een aangrijpende film.
Het is een psychologische thriller is het, die zich afspeelt in Belgrado. En het thema is eigenlijk, wat heb je over voor de gezondheid van je kind? Dat is waar het om gaat. Welke keuzes maak je als je kind ziek is? En het is een liefdevol gezin. De man is een ingenieur, Mladen, getrouwd. En één kind, zoontje van 10. En alles gaat goed. Totdat het kind een ernstige hartafwijking blijkt te hebben. En geopereerd moet worden. Een hele dure operatie in het buitenland. En daar hebben ze absoluut het geld niet voor. En Mladen is radeloos. En die probeert een oplossing te zoeken. En dat zoekt hij op een verkeerde manier. Hij maakt een keuze waardoor hij een weg inslaat. Waardoor hij geweldig in problemen komt. Uiteindelijk omdat hij zo graag wil dat zijn kind geopereerd kan worden. En gezond kan blijven. Nou, door die stappen die hij neemt, komt hij in gewetensconflict, komt in problemen. Hij moet dingen verstoppen en verbergen voor zijn vrouw. Het huwelijk komt in een crisis terecht. Hele aangrijpende film. En dan een van de laatste scènes op het eind van de film. Daar zitten ze met z'n tweetjes, zijn vrouw en hij. Er is een afstand ertussen. De situatie is geladen. En Mladen steekt een sigaretje op en begint te huilen. Tranen stromen over zijn wangen. En dan zegt hij het volgende tegen zijn vrouw. Toen ik klein was, verbeeldde ik me dat het leven als een film was. Die je naar hartelust kon stoppen of achteruit kon spoelen. Om opnieuw te beginnen vanaf het punt dat je zelf had gekozen. En dat raakte me enorm deze week toen ik opnieuw deze film zag. En toen dacht ik, ja, dat willen we allemaal wel eens. Dat de film even teruggespoeld kan worden. Omdat we in een situatie zijn beland dat we denken van, hoe ben ik hier terechtgekomen? Kan ik hier weer uitkomen? Ik denk dat de discipelen hetzelfde hebben gedacht toen ze daar zo in die bovenkamer zaten. Jezus was net gekruisigd en hun leven liep gevaar. En in paniek hebben ze een plek gezocht waar ze veilig waren. En het was in de ruimte waar ze met Jezus nog avondmaal hadden gevierd. De deuren zijn vergrendeld. Ze zijn bang. Ze hebben geen hoop meer. Ze zijn teleurgesteld waarschijnlijk. Allerlei emoties gaan door hun heen. En ik denk dat ze misschien hebben teruggedacht, de film hebben teruggespoeld, van waar is het misgegaan? Wat is er gebeurd allemaal in ons leven? Het is allemaal zo mooi begonnen. Dat kun je lezen in het Marcus-evangelie, Marcus 1. Dan zie je hoe Jezus langs het meer van Galilea loopt. En dan ziet hij daar Petrus en Andreas die net een net willen uitgooien om te gaan vissen. En hij roept ze en zegt hij deze prachtige woorden. Kom, volg mij. Ik zal jullie vissers van mensen maken. En dan staat er, ze laten meteen hun netten, laten ze vallen en ze volgen uiteindelijk Jezus. Vervolgens loopt Jezus naar Jacobus en Johannes. Die zijn bezig om hun netten te herstellen. En ook aan hen geeft hij diezelfde woorden door. En Jacobus en Johannes laten ook alles uit hun handen vallen. Ze laten hun boot laten ze achter, alle spullen laten ze achter. En ze gaan uiteindelijk achter Jezus aan. Jezus had een plan met hun leven. En de discipelen besloten om in dat plan van God te stappen. Dat was een vrije keuze die ze maakten. Maar ze wilden gewoon uiteindelijk Jezus volgen. En God wil dat ieder mens uiteindelijk in zijn plannen voor ons leven stapt. God heeft plannen. God heeft plannen voor deze wereld. Hij heeft plannen voor landen. Hij heeft plannen voor steden. Hij heeft plannen voor jou. En God wil zo graag, hij nodigt ons ook iedere keer weer uit, dat wij met elkaar in zijn plan voor ons leven stappen. Alleen wij hebben de keuze om het wel of niet te doen. En wat ik zie bij heel veel christenen is dat God wel een rol in hun leven speelt. Maar ik zeg altijd, nee, God mag geen rol in je leven spelen. God moet uiteindelijk de regisseur zijn. Hij moet degene zijn die de regie heeft over jouw leven. En jij mag een rol spelen in zijn prachtige mooie film. Hij zegt in Matteüs 16 vers 24 dat wie achter hem wil komen, dat hij zichzelf moet verloochenen en zijn kruis op zich moet nemen. In de Message vertaling staat het er zo mooi, die wil ik je niet onthouden. Die las ik net nog tijdens de aanbidding, heb ik hem erbij gezet. Anyone who intends to come with me has to let me lead. Ja, iemand die met mij mee wil gaan, moet mij laten leiden. Dan zegt hij het volgende. You're not in the driver's seat. I am. Jij zit niet op de stoel van de bestuurder. Ik hoor op de stoel van de bestuurder te zitten. Veel christenen hebben zo hun eigen dromen, eigen plannen. En die bedenken ze en dan vragen ze vervolgens, Heer, wilt u mijn plannen zegenen? Heer, wilt u datgene wat ik allemaal graag zou willen, daar vraag ik u zegen over. Maar dat is niet de manier waarop we zouden moeten doen. Als ik kijk in de Bijbel, dan zie ik altijd dat God initiatief neemt. God heeft plannen, God heeft dromen en hij nodigt mensen uit om in zijn plan te komen. Dat zien we bij Mozes. Ja, Mozes was gewoon
de kudde aan het hoeden. Daar is een brandende braamstruik. En er klinkt de roepstem van God. God zegt, Mozes, ik heb een plan. Ik heb een droom. En ik nodig jou uit om een rol te spelen in het grote plan van mij. Dat zien we bij Abraham. Ja, Abraham was niet met God bezig. God was met Abraham bezig. Abraham, ik heb een geweldig plan. Wil jij in mijn plan voor jouw leven uiteindelijk stappen? En dat plan van God, dat verloopt nou niet altijd exact zoals wij wellicht hopen. Soms neemt de film een wending die we niet zouden willen. Neem nou Jozef. Die kreeg een prachtige droom van God. Waarin hij een hoofdrol zou vervullen. In die droom liet God hem zijn toekomst zien. Waarin zijn broers en zijn ouders voor hem zouden buigen. En hij een belangrijke rol zou spelen. En Jozef, weet je, die komt op een bepaald moment in geweldige moeilijkheden terecht. Zijn broers verraden hem. Hij wordt als slaaf verkocht, komt in de gevangenis terecht. En uit niets blijkt dat die droom uiteindelijk vervuld zal worden. En ik denk dat Jozef ook wel eens gedacht heeft, ben ik in een verkeerde film terechtgekomen? Kan ik het misschien even terugspoelen? Waar is het misgegaan dat hij daar in de gevangenis uiteindelijk belandde? Wat Jozef niet wist, is dat God uiteindelijk op de achtergrond bezig was met zijn grote plan. En ook deze scène, waar Jozef in terecht was gekomen, dat was een onderdeel van die film. Jozef moest dit meemaken. En later zag hij dat in als hij terugkijkt en met zijn broers en zegt hij, God heeft mij voor jullie uitgezocht. Hij heeft altijd de regie gehad. Gedurende de hele film had God de regie over mij en jullie leven. Hij heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie voortbestaan op aarde veilig te stellen. Goed, terug naar de discipelen. Ook zij besluiten om in het plan van God te stappen. Dat is een eigen keuze, een vrijwillige keus. Weet je, en in het begin is het fun voor ze. Ze laten alles achter, het is een radicale stap. Maar Jezus, weet je, met Jezus wandelen is altijd machtig mooi. In al die tijd zorgt hij voor hun. Ze hebben eigenlijk een heel comfortabel leven. Een leven vol plezier. Als er iets aan de hand is, Jezus heeft de oplossing. Hebben ze eten tekort? Hij vermenigvuldigt het brood. Als ze geld nodig hebben om belasting te betalen, dan zegt Jezus tegen Peter, joh, ga naar de zee, vang een vis en in die bek zul je een goudstuk vinden. En zo gaat het maar door. Iedere keer voorziet Jezus in een nood. Maar er was meer. Op een bepaald moment vraagt Jezus aan de discipelen, wie denken jullie dat ik ben? En dan geeft Petrus het antwoord, u bent de Messias. Daar geloofden ze in. Jezus was de Messias. Daar hadden ze zo lang naar uitgezien, het hele volk Israël. God had beloofd door profeten heen dat er eens een tijd zal komen dat de Messias zou komen. En die Messias die zou het koninkrijk van God opnieuw vestigen. Die zou de vijanden verslaan en ze zouden weer in vrede terechtkomen. En hun hoop was helemaal gesteld op Jezus. Ze waren achter hem aangegaan, ze waren in zijn plan gestapt. Hij was de Messias en ze zagen eruit dat hij uiteindelijk de Romeinen het land uit zou schoppen en dat hij op de troon zou zitten. En wellicht hebben ze bedacht dat zij een belangrijke rol in die geweldige film van Jezus zouden spelen. Jezus zou koning zijn en ik denk dat Petrus misschien heeft gedacht, ik word wel minister-president. Ja, hij was altijd degene toch die een beetje voorop liep. En Judas heeft natuurlijk gedacht, nou, ik word wel minister van Financiën. En ze hebben alle discipelen zichzelf een plek toe bedacht. Jacobus en Johannes gaan op een bepaald moment zelfs naar hem toe. En dan vragen ze het aan hem. Dan zeggen ze het volgende tegen hem. Waar staat hij? Wanneer u heerst in uw glorie, laat één van ons dan rechts van u zitten en de ander links. Weet je, dat was hun idee. Ze zouden samen met Jezus regeren. En er komt een moment dat Jezus optrekt naar Jeruzalem. En ze voelen gewoon met elkaar, nu gaat hij op de troon zitten. Dit is het moment. Hij wordt ingehaald. Hij rijdt op een ezel. Ze zingen Hosanna. Ze zwaaien met palmtakken. En dan komt Jeruzalem binnen. En het eerste wat hij doet, hij gaat naar de tempel toe. En hij, de geldwisselaar schopt hij eruit. Ze denken, yes, nu gaat hij hier de regie overnemen. Hij gaat op de troon zitten. Zijn regering wordt gevestigd. Hun droom komt uit. Dat is wat ze geloven. En opeens komt er een verandering. Wat gebeurt er nou? Hij laat zich gevangen nemen. Op Petrus denkt nog een moment, we moeten voor hem strijden. Maar Jezus zegt, nee Petrus, leg je zwaard neer. Wat is er aan de hand? Hij wordt meegenomen. Hij wordt vernederd. Hij wordt geslagen. Zijn baard wordt uitgetrokken. Een doornkroon op zijn hoofd. Hij wordt met een zweep wordt hij geslagen. Hij wordt aan het kruis genageld. De Messias, waar een verwachting op gericht was, sterft aan het kruis. Wat moet er door ze heen gegaan zijn?
Ze hebben gedacht, we zijn in een verkeerde film terechtgekomen. Wat is er gebeurd in ons leven? En ze zijn bang, en dat hebben we met elkaar gelezen. En ze vluchten uiteindelijk naar die kamer waar ze eens met Jezus het avondmaal hebben gevierd. Ze zijn volkomen in paniek. En ik denk dat ze op dat moment ook gedacht hebben, kunnen we de film niet even terugspoelen? Waar is het allemaal uiteindelijk misgegaan? Ze zaten daar, ieder met hun eigen emotie. En ik heb er even 3 uitgepikt. De 3 ook die het dichtst bij hem waren. En ik heb getracht om een emotie, zeg maar, weer te geven. Hoe zouden ze daar gezeten hebben? In dat gesloten huis, afgegrendeld voor alles. Petrus was denk ik vooral teleurgesteld in zichzelf. Hij was verschrikkelijk gevallen. Hij had Jezus verloochend. En dat, dat was een zwaard door zijn eigen ziel heen. Ik denk dat hij daar zat met een diepe teleurstelling. Petrus was teleurgesteld in zichzelf. Jacobus zat er waarschijnlijk met andere gevoelens. Die heeft teruggedacht aan het moment wellicht dat hij met zijn broer bij Jezus kwam. En zei, mogen wij links en rechts van u zitten? Hij had een geweldige droom. Hij had grote verwachtingen over zijn eigen rol in het koninkrijk van God. En die verwachtingen waren niet uitgekomen. Zijn droom was gebroken. Jacobus zat en zat daar met een gebroken droom. En Johannes, de beste vriend van Jezus, ja, ik denk dat die stil in een hoekje zat. Verdrietig. Was zijn vriend verloren, zijn vriend was gestorven. Johannes treurde vanwege een enorm verlies. En daar zaten ze dan, opgesloten, teleurgesteld, gebroken, zonder hoop, zonder toekomstperspectief. En opeens stapt Jezus daar die vergrendelde ruimte binnen. En hij laat zijn doorboorde handen zien en hij zegt tegen de discipelen, vrede. De film loopt uiteindelijk goed af. God had nog steeds de regie. Het sterven, het lijden, maar ook de opstanding, dat stond allemaal uiteindelijk in het script van God. Weet je, misschien twijfel je ook wel eens of God nog wel de regie in handen heeft. Misschien voel je net als Petrus. Misschien ben je teleurgesteld in jezelf. Je loopt rond met schuldgevoelens. Omdat je ergens een misstap hebt begaan. Ergens heb je gefaald. Ergens ben je een kant uitgegaan waarvan je denkt van dat is niet goed geweest. Je denkt misschien dat God jou geschrapt heeft uit zijn script. Dat er voor jou geen rol meer is in dat geweldige grote plan van God door fouten die je hebt begaan. Of misschien voel je net als Jacobus. Je had bepaalde verwachtingen van het leven en die verwachtingen zijn niet uitgekomen. Je bent ingegaan op de roepstem van God en met hoge verwachtingen in zijn plan gestapt. Maar die verwachtingen zijn niet uitgekomen. Je bent vorig jaar met grote verwachtingen 2020 begonnen en toen brak corona uit. Je bent teleurgesteld en je durft niet opnieuw te dromen. Je zit met een gebroken droom en nieuwe dromen willen niet komen, want het lijkt zo uitzichtloos, deze coronacrisis. Of misschien voel je net als Johannes. Je rouwt om een verlies. 2020 was misschien wel een verloren jaar voor jou. Misschien rouw je om het verlies van een partner, van een opa, van een oma, van een vriend die gestorven is. Misschien heb je je bedrijf verloren of een baan. Misschien rouw je om het verlies van je financiën. Je reserves zijn er helemaal doorheen. En misschien ben je wel het vertrouwen in God kwijtgeraakt. Je bent je vertrouwen in God verloren. En je zou zo graag de band willen terugspoelen. Maar dat kan niet. God kan dat wel, maar hij doet het niet. God spoelt geen banden terug. Maar God doet iets anders. Paulus zegt dat God alle dingen laat meewerken ten goede voor hen die hem liefhebben. In zijn grote genade kan God dingen die verkeerd gegaan zijn gebruiken om daar iets moois van te maken. God is een expert in recycling. Als je fouten hebt gemaakt, dan wil hij je vergeven. Als je buiten je schuld om in problemen bent gekomen, dan kan hij dat ten goede doen keren. Als je verdriet hebt, dan wil hij je troosten. En als je een gebroken droom hebt, dan wil hij die weer heel maken. Jezus wil vandaag jouw leven binnenstappen. En je aan jou zijn doorboorde handen laten zien. En met die doorboorde handen liet hij aan de discipelen zien, kijk eens. Zoveel hou ik van je, weet je het nog? Ik ben voor jou gestorven. En dat kan al zo troostrijk zijn.
Dat God opnieuw laat zien in je situatie. Maar vergeet niet, ik hou van jou. Maar die doorboorde handen zeggen meer. Die zeggen ook, aan het kruis heb ik alles voor jou volbracht. Aan het kruis zijn je zonden uitgewist. Aan het kruis heb ik jouw pijn gedragen, je verdriet, je teleurstelling, je wonden genezen en ook je gebroken dromen hersteld. Je mag vandaag bij God komen met de scheur in je leven, met de barsten in je geloof, met de dromen die in stukken liggen. Want God kan de brokstukken van jouw leven nemen en er weer wat moois van maken. Jezus wil op dit moment in de huiskamer, in je slaapkamer, waar je ook kijkt naar deze livestream, Hij wil zijn doorboorde handen aan je laten zien. Maar heb jij ook de moed om jouw leven opnieuw in die doorboorde handen van de hemelse regisseur neer te leggen? Zullen we dat doen met elkaar? Ik wil je vragen om je ogen te sluiten en je handen open te houden. Vader in de hemel, ik wil zo samen met al die mensen die op dit moment kijken naar deze livestream of op een later moment, wil ik voor uw troon komen. Heer, met de emoties, de gevoelens die door hen heen gaan, Heer. Teleurstelling, gebroken dromen, het verdriet om een verlies wat ze geleden hebben. Heer, wilt u op dit moment, Heer, in elke huiskamer, in elke ruimte, wilt u in de geest, Heer, uw doorboorde handen laten zien, Heer. Wilt u laten zien, Heer, dat op Golgotha, dat u daar alles heeft volbracht, Heer. Dat u de prijs heeft betaald, Heer. En dat u een expert bent in recycling. Dat u levens opnieuw wil herstellen. Dat u nieuwe dromen wil geven, Heer. Dat u van gebroken dromen iets moois kan maken. Heilige Geest, kom zo. En geef troost, Heer, waar verdriet is, Heer. Je geeft nieuwe hoop, Heer, waar geen verwachting meer is, Heer. Je geeft geloof, Heer, waar twijfel is, Heer. En laat opnieuw zien dat u nog altijd de regie heeft over onze levens, Heer. En ook over ons land, Heer. En ook over deze wereld. En ik bid ook, Heer, dat wij als kerk zullen opstaan, Heer. Dat we vanuit de kracht van die doorboorde handen de Jezus zullen brengen, Heer. In levens, Heer, die vergrendeld zijn, Heer. En ik bid echt, Heer, dat de kerk zullen opstaan. Dat christenen zullen opstaan. Om deze boodschap van hoop te brengen, Heer, bij ieder mensenleven wat ze tegenkomen. Er zoveel deuren zijn gesloten, Heer. Er is zoveel hopeloosheid bij mensen, Heer. Er is zoveel sociale, psychologische nood, Heer. En de kerk is gekomen, Heer, door u hier op aarde, Heer. Om u te vertegenwoordigen, Heer. En om die doorboorde handen van Jezus te brengen bij ieder mensenkind op deze aarde. Heer, ik bid, Heer, dat wij niet zozeer met corona zullen bezig zijn, Heer. En met al die mensen die lijden door deze crisis. Dat de kerk zal opstaan en de boodschap van hoop zal brengen. Dat bid ik u zo, Heer, in Jezus' naam. Amen. Hier met je tranen, hoe verdwaald je ook bent. Je hart is gebroken, maar je redding begint. Hier is genade, kom hier en kniel neer. Geen pijn op de aarde die de hemel niet heelt. Geen pijn op de aarde die de hemel niet heelt. Dus kom met je zorgen en schaam je niet. Meer. Al ben je gebroken, kijk naar je Heer. Waar jij ook geweest bent, je kunt nog terug. Dus geef hem je hart, kom met je pijn. Zoals je bent. Is hoop als je hoop zoekt, verdwaald en vervreemd. Proef hier de genade, kom eet met ons mee. Rust is te vinden, al lijkt alles te veel. Geen pijn op de aarde, die de
In zijn armen, zoals je bent. Dat is zo onze overtuiging dat God van je houdt, zoals je bent. En misschien zie je dit, kijk hiernaar, heb je de woorden van Jan gehoord, de woorden van dit lied gehoord, kom maar zoals je bent. En misschien heb je dat nog nooit zo bewust gedaan. Zeg, Heer, hier is mijn leven, gewoon zoals het is, ik wil het aan u geven. En je kan in Jezus geloven. Maar je kan hem ook bewust gaan volgen. Zeg hem, mijn leven vertrouw ik aan u toe. Misschien is dit het moment. Heer, ik vertrouw mijn leven aan u toe. Bid het gewoon dan nu. Zeg, Heer, misschien kan je handen openen. Zeg, Heer, hier ben ik. Gewoon zoals ik ben. U kent me, u weet wat er in mij omgaat. U weet mijn strijd, u weet mijn pijn, u weet mijn verdriet. Of leegte, of schaamte, of wat er ook speelt. Maar ik geef het aan u, want het is van u, want ik ben van u. Misschien is dit gebed wel voor jou. Er zit op dit moment een heel contactteam klaar. Ze willen met je bidden. Ze willen naar je vragen luisteren. En wie weet samen op zoek naar een antwoord. Weet dat je van harte welkom bent om daar gebruik van te maken. Schroom niet en laat van je horen. We willen ook opnieuw zeggen dat we een Alpha-cursus hebben. En de Alpha-cursus is bedoeld voor mensen die meer willen weten van het christelijk geloof. Is de Bijbel een betrouwbaar boek? Kan ik dat zomaar lezen en wat erin staat geloven? Wie is Jezus? Waarom moest hij sterven aan het kruis? Weet je, en als jij die vragen hebt, levensvragen, waarom besta ik? Of je weet van mensen die die levensvragen hebben. Misschien is dan de Alpha-cursus voor jou en voor je vrienden. Dus wat ons betreft, zoek contact met ons op. En ook nu in de komende periode start Alpha online. Dus het is gewoon in de veiligheid van je huiskamer. Dus ga ervoor. Ook nu hebben we een collecte. En we willen je danken. We willen je danken voor je enorme vrijgevigheid. En trouw in het geven. Week in, week uit. Dank al die mensen die ons zo van harte ondersteunen. En het is goed om te geven. Daarin lijken we eigenlijk op de Vader die zijn zoon gaf. Die zijn liefde geeft. Geven typeert als het ware ja, het volgen van Jezus. En het is heerlijk om te delen met mensen om ons heen. In de wetenschap dat God voor ons zorgt. En dat we niet uit zijn hand zullen vallen. En we zeggen altijd wel, wat je geeft met je hart is meer dan genoeg. En ben je deel van een andere kerk, vergeet ook hierin je eigen gemeente niet.
Scan de QR-code en als het allemaal te snel gaat, check onze website. En hartelijk dank vanaf deze plek voor uw gulle gift. Volgende week om 10:00, Olly en Sophie. En om 11:00 een dienst met het avondmaal. En dat willen we van nu alvast dus zeggen. Dus wil je meedoen met avondmaal volgende week? Hou daar rekening mee deze week. Ga naar de winkel, haal een mooi brood, wijn of druivensap in huis om met je gezin, of zelfs alleen, maar toch verbonden via livestream, samen avondmaal te vieren. En dan vieren we het lijden en sterven van Jezus. Samen online. Dus volgende week om 11:00, dienst met avondmaal. Rest het ons je een onwijs goede, mooie week toe te wensen. En Gods zegen. We zingen zometeen een lied dat zegt dat Hij onze living hope is, onze levende hoop. En ons gebed voor jou deze week is dat de hoop die Jezus is en de hoop die in zijn naam is, zo voelbaar en tastbaar in je leven mag zijn, dat je het gaat delen met de mensen om je heen. Mag de hoop en het herstel wat God in jouw leven doet, ook hoop en herstel zijn voor je buren, voor je vrienden, voor je familie, voor de mensen om je heen. Zo, wees gezegend, wees een zegen. Tot volgende week. Out of the silence, the roaring lion.
dat u een prachtige week hebt.